Herken jij dit? Tijdsgebrek of veel te lang uitgelopen vergaderingen? Altijd dezelfde mensen die aan het woord zijn en dan ook nog eens beginnen over niet geagendeerde onderwerpen? Dit zijn vergadersituaties die ten koste gaan van je kostbare tijd. En jij als voorzitter kunt daar wat aan doen. Wil jij leren hoe je dit soort situaties kunt voorkomen of genezen? Kijk dan vooral verder. Herkenbaar, hè? De vergadersituaties die ik net heb geschetst. Hoe fijn zou het zijn als voortaan elke vergadering effectief en efficiënt zou verlopen? Wij bij het Nederlands Debatinstituut geloven dat dat kan. En daarom geven wij al meer dan 20 jaar trainingen op het gebied van voorzitten en vergaderen. Dit doen we niet alleen omdat we de kennis in huis hebben, maar vooral omdat we niets liever willen dan het faciliteren van een goed gesprek. En dit kan nou juist zo goed in een vergadering. Nou, met al deze praktijkervaring herkennen wij als geen ander elke situatie die je maar kunt tegenkomen in een vergadering. En die kennis, die willen we graag met je delen. In 5 video's behandel ik de meest voorkomende vergadervalkuilen. En ik bied je de oplossing. Ik geef je concrete tips mee die je direct in je volgende vergadering kunt toepassen. Dus, wil jij je vergader- en voorzitterskills optimaliseren? Dat kan. Voor jou hebben we namelijk deze e-learning gemaakt. 5 dagen lang neem ik je mee in de wereld van praktisch en effectief vergaderen. Dan gaan we er samen voor zorgen dat die vergaderirritaties als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Schrijf je in via de link hieronder in de beschrijving en dan zie ik jou bij de volgende video.